leuk. Bij een nieuwe vlog. Ik ben nu bij Domburg Holiday Resort en ik ga hier 2 dagen trainen bij Marcelle de Kamp. Samen met nog een paar ruiters van Nederland, dus dat is super gezellig, van de junioren. En samen met Tetje en Korenbloem ben ik hierheen gegaan. En Korenbloem, geen muziek maar. En Korenbloem moet nog even wennen aan zijn nieuwe buren, maar voor 1 dagje hoeven jullie hier te slapen, oké? Dat kan wel, hè? Vandaag is het dressuren en morgen is het springen. En ik ga beginnen vandaag met het dressuren met Tetje. Mad, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Don't even know your name. Dat je gewoon heel makkelijk van links naar rechts de stelling kan raden. Zeker dat als hij zo groot is. Ik zie hem ook wel eens beginnen dat ik denk, ja, gaan dragen. En je kan ook nu zeggen, van Marcel is het niet verstandig om te gaan dragen. Dan kan ik wat energie kwijt. Ja, misschien ook wel. Maar hij stapt dan hier als een houten plaats. Ja, dan weet je natuurlijk van 1-7 dat het drafverhoudplaats is. Wat je Marcelle hier hoorde zeggen, is dat eigenlijk je ook gelijk naar draf kan gaan. Maar als ze in de stap al heel stijvig zijn, waarom maken we ze in de stap eerst niet wat soepeler? Doordat ze in de draf waarschijnlijk ook gelijk wat soepeler beginnen. Je kan het op hun verschillende manieren doen. En dit is bijvoorbeeld een hele goede oefening. Lekker stelling vragen, buigen in het lichaam. Dan even cavaletti voor de takt van de stap. En dan weer buigen in het lichaam. Dit kun je thuis ook zeker oefenen om je paarden gewoon al gelijk wat soepel, ja, soepel te laten beginnen. Het zijn niet blij te maken. Oh, losmaken. Oh, en nou bij je los. En als ze dan lekker los zijn, dan kunnen we verder gaan werken in de draf. Maar dat is echt wat jij zegt, het komt van ver en het is echt een beetje peuteren. Echt goed voor. Ja, dit vind ik ook echt goed voor. Want als je nu dit ziet,
En je zou nu zeggen, nou, gisteren namen we de proefhouding. Ja. Dan denk ik dat je echt heel lekker gaat pakken. Tetje is dus klaar en nu ga ik nog even Coram logeren dat het gekke eraf is. En dan kunnen we Coram Bloom riden. Je laat je binnenbenen los, hè? Je hebt meer nodig in je binnenbenen. Deden wij onze spaghetti in een kamertje eten. En dat komt omdat je bij Domburg Holiday Resort ook een kamer kan boeken. En dan met je pony hier zo op vakantie kunt gaan. Dus je kan zonder paard, je kan met paard. En het zijn hele mooie kamers. En het is gewoon een heel gave vakantiebestemming. Slaap lekker paardjes. Wij gaan nog even een spelletje doen in de vrachtwagen. Jullie gaan lekker slapen, hè? Slaap lekker, Tetje. Slaap lekker, jongen. Goedemorgen, wij zijn inmiddels weer wakker. Ik heb wel goed geslapen, wel een kort nachtje gehad. En we gaan nu lekker springen vandaag. Dat is goed voor de spieren, goed om weer goed in het ritme te komen. Het Tetje en Coram zijn een beetje vies geworden vannacht. Dat krijg je met twee schimmels. Maar goed, we gaan ze even wassen en dan kunnen we lekker op gaan zalen. Dan beginnen we weer met Tetje. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. You can't be
Ja, ik zag het aan jou, dat je dacht, ja, dat vind ik eigenlijk niet makkelijk. Dan raak je gewoon je voelstukje kapot op eigenlijk. En je moet er gewoon... Maar, kijk, en dan moeten we als we dan meteen gewoon een paar hoofd in de pakken. Goede tips gekregen, dus was geslaagd. You make me winner. You can't be loser. Inmiddels zijn Ted en ik klaar en gaat Ted nu weer eventjes terug op het stalletje. En gaan we met Mils de Koolhof springen. Ik ben gisteren nacht teruggekomen van Lier, 4 dagen springen in België. Dat was de internationale wedstrijd. En ik merk wel dat ik nu echt super moe ben de hele dag door. Dus vandaag is het best een beetje pittig. Weinig slaap gehad, veel activiteit en was best een pittige week. Maar goed, nog even korenbloem knallen en dan zijn we weer klaar. Zo, met korenbloem springen. Maar korenbloem heeft altijd heel veel last van spanning. En gisteren duurde het heel lang voordat hij eindelijk een keer ontspande. Nou, werkt hier zo iemand bij Marcelle? Dat is Esther. En die is heel goed met grondwerk. En die zei vandaag, neem even een lesje grondwerk met mij. Dus we gaan zo aan de slag daarmee. Om gewoon te leren dat ze ook moet nadenken. Dat ze niet alleen maar moet lopen. Ze moet gewoon de hersenen gebruiken en nadenken. En dat wil ik heel graag korenbloem leren. Het is een fantastisch paard. Maar dat ze ook gaat nadenken. Want als ze eenmaal nadenkt, dan is het echt een plezier om op te rijden. Maar als ze niet nadenkt en ik heb niks te zeggen, dan is het gewoon eng. Daarom hoop ik zo in grondwerk daar echt winst in te boeken. Ja, hè? Oh. Oei. Vloggen moet Korenbloem nog leren, dus dan maar gaan rijden. We say that it's too late for us now. Why do we stay? When I blame you for the things that weigh me down. Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. Ja. Het is het leukste van het weekend. De training, ja, 2 dagen erop. Wil je misschien vertellen wat we vandaag nog echt gedaan hebben? Ja, waar we eigenlijk het hardst aan gewerkt hebben in het algemeen de afgelopen 2 dagen is natuurlijk dat we hebben echt gewerkt aan paardrijden. Ja. Controle, ontspanning. Hè? We zijn niet zo heel zeer wedstrijdgericht bezig geweest, maar nog meer aan dat stukje basis gewerkt en verfijnd. Dat hebben we vandaag natuurlijk meegenomen. Hè? Met dit paard hebben we de lijnen nog wat royaler gemaakt en wat makkelijker. Er moeten betere ruiters worden. En als dat ons lukt, dan wordt het later richting die senioren en zo
En dan gaan we gewoon een heel goed stel jonge ruiters afleveren. Dat is een beetje uiteindelijk ons doel. Ja. En hoe vond je het gaan? Ging het goed? Ja, ik vond het heel goed. Ik vond dat iedereen heel fijn aan het rijden is geweest. We waren natuurlijk met meerdere junioren hier vandaag van het weekend. Zeker met Ted ook heel interessant om te zien dat we nog weer naar een stukje lossigheid hebben kunnen werken waar we soms niet altijd aan toekomen bijna. Ja. Pakten we vandaag het springen denk ik. Ik vond dat je best lekker het oppakte vandaag en dat paard ook alweer patent aan het springen was. Ja. Heel interessant om samen met Esther Hendricks daar ook mee te werken. Ja, waar we het grondwerk mee hadden geoefend eerst. Dat grondwerk inderdaad, wat nog meer even dat paard lezen, even op die grond naar die ontspanning werken. En zeker vandaag zag je dat gelijk terug in rijden. Ja. Dus ik vond dat interessant, dat verfijnt de boel. En, gaan we thuis mee aan de slag. Precies, daar kan je thuis weer mee verder denk ik inderdaad. Ja, dus het was leuk. Het was leuk om zo intensief even in alle rust ook te kunnen werken met iedereen. Ja. Nou, heel erg bedankt. Het was geslaagd. Ja, vond ik ook. Super, graag. Leuk dat je er was. En nu de bondscoach Marcelle weg is. Hoe vonden we het in het echt? Ja, superleuk. Het was gewoon een heel leuk weekend. Zeker. En we hebben allemaal veel geleerd, toch? Inderdaad. Ja. Woep woep. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. Volg ons allemaal op Instagram. Doei doei, tot de volgende keer. Kusjes van Korenbloem.